heb telefoon van de heer Mulisch. Op de plek waar hij volgens de overlevering graag zijn naam liet omroepen. Ja, het is echt flauwkul. Ja, maar Oké, de waarheid laten we even in het midden. Maar daar kon u vanmiddag even de stem van Harry Mulisch horen. Ik ben geen journalist. En een journalist schrijft over iets wat er gebeurt, klaar. Maar ik moet altijd nog een idee hebben. Ook leiden dochter Frida Mulisch en weduwe Kitty Saal bezoekers rond in zijn voormalige werkkamer aan de Leidse Kade. Dat is papa. Hey pap. Zo stond hij er altijd. Dit was een nadenkstoel. En altijd stond hier teletekst aan. Was dat altijd zo of was dat vooral na 9/11? Nee, altijd. Oké, dus dat was altijd. En het is dus ook weer ingebrand. Je ziet gewoon in het scherm NOS, pagina 101. Echt bizar. Het was hier altijd netjes, zei u? Ja, altijd netjes. Het was hier altijd... Dus die boeken moesten mooi liggen, mogen niet scheef liggen en zo. Dat mocht helemaal niet. Zo'n oeuvre kun je alleen schrijven als je zo geordend bent. Hij wordt extreem gecontroleerd in zijn denken ook. Het is de bedoeling dat deze plek een permanent museum wordt. Het mooie van deze werkkamer is dat het gewoon zo direct met zijn werk te maken heeft. Bijna alles wat hier hangt, staat of ligt, heeft met zijn werk te maken. Hij komt terug in boeken, komt terug in de ideeën rond zijn boeken. Door alles wat hier is kun je zijn leven reconstrueren. Concreet. Dus geen roman schrijven of geen biografie, het moet ook geschreven worden, maar dit is... Iets voor u, projectje? Nee, ik ben te oud, dat haal ik niet meer. Wilt u ook zien waar en hoe Mulisch zich liet inspireren? Het festival duurt tot en met morgen.